The main issue with meats currently facing the world is that there's a huge increase in consumption. Met veeteelt kunnen we daar niet aan voldoen. Bovendien weten we inmiddels dat er veel broeikasgasuitstoot is van veeteelt. Of op een gegeven moment willen we niet meer dat mooie beestje doodmaken voor dat ene biefstukje. Dat er 30 miljoen van dit soort varkentjes lopen en nooit het daglicht zien, dat vind ik wel zielig, zonder naam. We have two options. One is to eat less meat, and realistically, in the West, it's not going to happen. Or two, we have to look at alternative means of producing meat. Kweekvlees heeft als voordeel, zeg maar, dat het veel energiezuiniger is dan gewoon vlees. Er zit geen dier aan vast. Hoe absurd is kweekvlees eigenlijk? Nou ja, als je er bij stilstaat, niet absurder dan hoe we nu vlees maken. My kids are probably gonna go and buy vitro meat in a shop. En ook bij kweekvlees zijn er maar twee dingen belangrijk, hè? Is het lekker of niet?